Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. En deze video is iets anders, een stuk persoonlijker. En ik hoop dat ik misschien een aantal mensen hiermee kan helpen. Vandaag is het moederdag. En niet iedereen om ons heen hebben nog een moeder. Onder andere, ik heb geen moeder meer. En ik weet dat ik op My Love for Food, de blog en op YouTube heb ik er eigenlijk nog niks over gezegd of niks over verteld. Het is geen geheim hoor, want het is wel gewoon een andere video. Bijvoorbeeld mijn ponkers waar ik toen op de video staat. Daar is gewoon de hele video gaat over het feit dat ik geen moeder meer heb. Dus het is wel bekend, alleen ik heb het nog niet echt openbaar tegen jullie allemaal verteld. Dus hierbij, ik heb geen moeder meer. Mijn moeder is overleden 5 jaar geleden. Moederdag is altijd een beetje een dingetje waarvan ik denk, ja, het is gewoon super confronterend. Het is kut, het is echt een rotdag. Iedereen doet leuke dingen met zijn moeder en voor sommigen gaat dat gewoon niet meer. Ik dacht gewoon, ik maak een video voor de mensen die ook geen moeder meer hebben. Dat kan zijn door echt een overlijdensgeval, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn als je moeder weg is gegaan vroeger of geen contact meer hebt met je moeder. Dat blijven allemaal lastige situaties. En ik dacht, ik wil gewoon jullie allemaal een hart onder de riem steken en vertellen dat het allemaal goed komt en dat het oké is om verdrietig te zijn. Dat is helemaal niet erg. Je mag huilen, je mag schreeuwen, alles. Ik denk in ieder geval bij moederdag altijd aan de positieve herinneringen die ik heb aan mijn moeder. Dus dat zou ik misschien als tip kunnen geven. Voor de rest blijft het een rotdag. En dat zal het waarschijnlijk ook blijven voor mij. Het is nu 5 jaar geleden, dus ik heb nu 5 moederdagen zonder mijn moeder gehad. Het blijft gewoon een rotdag. Maar desniettemin moet je gewoon de goede herinneringen van je mama bijhouden. En ja. Dus ik wilde gewoon even zeggen dat je niet alleen bent en dat alles goed komt. En mocht je ooit iemand willen om mee te praten, I'm always here. You can check me on Instagram, Facebook, Twitter. Nee, maar serieus. Als je één iemand daar aan de andere kant van de camera met mij wil praten over een situatie zoals dit, graag zelf. Laat het even in de comments achter of ergens. En dan kunnen we misschien lekker babbelen. Moederdagzak zonder moeder, I know, we all know. But it's gonna be okay.